Ja, Stef, Ajax wint met 5-0 van Vitesse. Dat noemen ze een walk in the park, hè? Ja, dat was het zeker. En zeker ook na vorige week. En na toch die wat beschamende 1-1 bij FC Twente, waar het vooral voetballend heel slecht was. Ja, was het vandaag erg goed. En we hebben een goed en frisse Ajax gezien. Ja, ik denk vandaag prima prestatie. Vele hoogtepunten in de wedstrijd. Ik denk dat we publiek heel veel moois hebben voorgeschoteld. En ook de spelers zelf hadden er duidelijk plezier aan. Nou, voor ons is het zaak om dit tot een continu niveau te brengen. Om een continu hoog niveau aan te tikken. Op dit moment zitten nog te veel wisselingen in ons niveau. Tot dusver in het seizoen hebben we goede fases in wedstrijden gehad. Maar dan ook een aantal dieptepunten. Nou, we moeten dus naar streven dat we naar een continu hoog niveau komen. Daar hebben we vandaag denk ik een stap in gezet. En daar moeten we na de interlandperiode op voortborduren. Waar iedereen misschien op gelet heeft, Anthony terug in de basis in plaats van Berghuis. Ik ben toch benieuwd hoe die er dan staat. Ja, en als je dan ziet wat die dan brengt vandaag. Eigenlijk de hele rechterkant, hè. Tandem Anthony met Mazraoui. Ja, dat was bij vlagen genieten. Dat was, het was een soort van speeltuin voor die twee. Ja, hij werd ook na afloop verkozen door de supporters als man of the match. Hè? King of the match heet het hier tegenwoordig. Daar was Ten Hag ook wel mee eens, hè? Na afloop. Ja, al maakt hij er even kwinkslag dat misschien Sebastian Haller dat het moeten zijn. Maar dat is dan voor de trainer. Ja, kijk wel simpel. Die jongen die legt zoveel energie in die wedstrijd. Is zo aanwezig. En naast het feit dat hij een doelpunt maakt en leuk meedoet. Zijn het ook die momentjes waar het publiek weer voor naar het stadion is gekomen. Hè? Een balletje breed, even een tegenstander passeren. Soms een beetje voor lul zetten, dat ook wel. Maar het is een publieksvoetballen. En ja, dat vinden ze in de Johan Cruijff Arena natuurlijk fantastisch. Ik zou bijna zeggen, maar dat zeg ik niet. Ik denk, ja, ik kan het wel eens zijn met het publiek. Hè? Omdat Anthony hè, is er dus. En vorig jaar in die wedstrijden tegen Vitesse speelde hij die achterhoede van Vitesse al dronken, zei ik vooraf. En ja, daar hebben we een beetje op gespeeld. Hè? Ze hadden heel veel moeite hebben ze om grip te krijgen vanuit hun speelwijze op Anthony. En nou, je zag hem terugkomen, heel gemotiveerd van de Olympische Spelen. Ja, je zag dat die eerste dagen moest hij nog even acclimatiseren. Maar daarna zag je hem gewoon in die training, zag je hem opbloeien. En vandaar dat we hem ook gespeeld hebben. En dat kwam al heel snel tot uiting. En we hebben op dit moment 23, Steven Berghuis. Ja, één iemand vond het minder leuk, denk ik. Steven Berghuis, die moest daardoor op de bank beginnen. Hij werd natuurlijk in beeld genomen hè, na afloop van die goal, zoals het hoort. Ja, hij was wel minder blij zijn, denk ik. Hè? Ja, ik begreep, ik heb het beeld niet gezien dat hij zat te klappen bij het doelpunt. Ja, zeker. Dat doe je dan als goede teamspeler. Kijk, hij weet dat hij naar Ajax is gekomen. Hij weet dat er veel concurrentie is. We hebben laatst een verhaal gemaakt over de strijd aan de rechterkant, die heel interessant is. Maar het is wel een signaal. Berghuis was tegen Twente niet goed. Hij werd door Ten Hag nog in bescherming genomen, maar dat viel wel tegen. Ja, en als dan Anthony erin komt en die legt dit op de mat. Ja, dat betekent wel dat op dit moment Anthony Berghuis er even voorbij is in de pickorde. Ja, Berghuis zou heel hard moeten knokken om in ieder geval aan de rechterkant een plekje te krijgen. Ja, of misschien wel als nummer 10. Ja, want op die positie viel hij in hè, vandaag tegen Vitesse. Ja, een kwartier voor tijd volgens mij in plaats van Klaassen. Ja, een stuk op positie waar hij kan spelen. Ik vond er niet heel gelukkig uitzien. Sowieso Ajax aan het einde van de wedstrijd niet heel gelukkig meer in de laatste fase. Maar daar zou hij ook kunnen spelen. Tegelijkertijd moet dan wel bijvoorbeeld Klaassen zijn plekje opgeven. Dat zie ik ook niet zo heel snel gebeuren. Maar het is dringen voorin bij Ajax. En dat ga je toch heel vaak zien. Bij Feyenoord was hij onomstreden. Was het de beste aanvaller. Dus hij speelde altijd. En ja, bij Ajax is die concurrentie gewoon groter. Zeker nu Darami er ook nog bij komt. Die zou binnenkort ook zijn minuten moeten gaan maken. Nou, Tadic staat eigenlijk altijd. Haller vond het Ten Hag heel belangrijk vandaag als aanspoelpunt. Wel erg ongelukkig weer in de afronding. Nou, dan heb je aan die rechterkant heb je Anthony Neres die nog steeds niet weg is. Ja, het is dringend voorin. Dus ook Berghuis zal zich zeker op de training moeten bewijzen. Ik zal niet herhaaldelijk vallen. Ik hoef het niet nog een keer weer uit te leggen. Dan zal de ene wedstrijd dan speel je meer dan de andere wedstrijd. Dat kan dan voorkomen. En dat kunnen we niet elke keer van wedstrijd tot wedstrijd gaan toelichten. Het gaat erom dat Ajax wedstrijden wint. Ja. En niemand is groter dan het team. En alle individuele belangen, bedoel ik daarmee te zeggen, moeten opzij. Het gaat om Ajax en dat wij resultaten halen. Darami zat in het stadion. Hij werd ook een aantal keer in beeld genomen op het grote scherm. De eerste keer had hij volgens mij niet door dat de supporters gingen klappen omdat hij in beeld was. De tweede keer had hij het wel door, hè? Ja, en toen zwaaide hij een beetje, klapte hij. Nou, toen was zijn eerste actie in de Johan Cruijff Arena geslaagd. Want het publiek ging daarop los. Dat is altijd leuk als een nieuwe speler komt. Hè? Dat de verwachtingen zijn weer hoog gespannen. We gaan het afwachten. Maar hij is daar wel gesproken met Ten Hag.
En die jongen moet rustig zijn plekje gaan vinden in het elftal. Dus die zal met een paar weken zal die wel staan. Dan moeten we het natuurlijk nog even hebben over de transferzaken hier bij Ajax. Zoals bekend, de transfermarkt is nog 2 dagen open, iets langer nog. Wat gaat er nog gebeuren bij Ajax en wat gaat er vooral niet gebeuren? Nou ja, we hebben begrepen dat er in principe niemand meer komt. Ja, of er moet nog een cadeautje komen, hebben we begrepen van Erik ten Hag. Maar in principe is de verwachting niet meer dat er nog een buitenkantje naar Amsterdam komt. Ja, daar komt op dit moment komt er geen nieuwe spelers erbij. Ook geen buitenkantje? Ja, je weet nooit met die Overmars, hè. Ja, precies. Misschien gaat hij de trainer nog verrassen. Dan geeft hij nog een cadeautje. Dat zou zomaar kunnen. Zondagochtend hebben wij zelf VI.nl gemeld dat Magian op weg is naar Anderlecht. Die zou verhuurd worden. Nou, natuurlijk weer geen perspectief bij Ajax, dat is logisch. En Onana willen ze nog vanaf? Nou, Onana is natuurlijk een ander verhaal nog, omdat hij officieel nog niet mag trainen. Dat zou deze week dan weer zijn. De verwachting is wel dat er rondom Neres zeker nog wat gaat spelen de komende dagen. Nou, Onana, daar zijn 2 clubs al wat langer in geïnteresseerd, maar die moeten dan nu door gaan pakken. Ja, natuurlijk, Fico viel nog wel in vandaag, wel heel lang weg. Freek Jansen heeft op deze plek ook al heel vaak verteld dat hij transferwenser is en dat iedereen binnen Ajax hem dat gunt. Maar ook voor hem geldt wel, het juiste bedrag moet wel op tafel komen. Kijk, voor Neres geldt zoiets van, Darami is al gekomen, Berghuis is gekomen. De concurrentie voorin is gewoon heel groot, dus het perspectief is ook niet heel erg goed. Ja, Tagliafico, als die niet vertrekt, dan heeft hij natuurlijk gewoon aan de linkerkant gewoon alle kansen om nog te spelen. En ook belangrijk te zijn voor Ajax, ook in de Champions League. Dus ja, dat is anders. Ja, en Onana, dat blijft gewoon een heel raar verhaal met iemand die weer mag gaan trainen. Er komt ook nog een Afrika Cup aan. Dus ja, als Ajax nog wat geld wil verdienen, dan moet het nu. Alleen ja, dan moet er wel een club zijn die ook in zijn geval het juiste bedrag op tafel ligt. Ik denk dat wij ervan uitgaan dat André die transfer wel maakt. Nou, en mocht hij er nog zijn. Ik heb een hele warme band met André. En dan zullen we natuurlijk met elkaar aan tafel gaan om te kijken hoe we dat gaan invullen. Ja, maar het staat toch niet vast voor je? Pardon? Het staat toch niet vast voor je, dus hoe je dat in wil gaan vullen, mocht hij die transfer niet maken? Nou, wat ik zeg, ik ga vanuit dat hij die transfer wel maakt, omdat ik op de achtergrond weet wat er speelt. Ja. En nou, laat me niet op de zaken vooruit lopen. Ja, dat lijkt me vooral in het geval van Onana en Neres heel erg moeilijk. Hè? Wat voor bedrag is nou realistisch om te vragen? Ja, het is heel moeilijk. Laten we in ieder geval toegeven dat die bedragen flink gekelderd zijn de afgelopen periode. Ook gewoon gezien de contractuur. In het geval van Onana natuurlijk ook nog iemand die niet gespeeld heeft. En ook een krasje heeft. Wat er nou daadwerkelijk is gebeurd of niet. Hij heeft een schorsing gekregen voor vermengd dopinggebruik. Dat werkt wel een beetje mee. Ja, wat voor transferbedrag plak je erop? Ajax kon natuurlijk een paar jaar geleden heel veel geld pakken voor Neres in China. Dat is destijds niet gebeurd. Daarna hebben ze best wel bij vlagen plezier aan hem beleefd. Die jongen was veel geblesseerd geweest, maar als die in goede doen was, dan hebben we ook wel een hele goede Neres gezien hier in de arena. Maar ja, zijn contract loopt ook. Hij heeft ook een korte lopend contract. Dus ik heb ook niet de indruk dat daar de hoofdprijs nog voor binnenkomt. Alleen ja, als Ajax zijn, dan moet je op een gegeven moment ook gewoon gaan afwegen van ja, ga ik dit seizoen ergens nog een keer profijt hebben van David Neres? Komt er nog een Champions League wedstrijd dat ik zijn snelheid en voetballend vermogen nodig heb? Of pak ik nu toch even een bodemprijsje mee om toch nog iets aan hem over te houden?